Wij hebben steeds een beetje tegen elkaar gezegd zo van, als die groengoeroe, die Frans Timmermans, maar niet in het torentje komt. Nee, dat willen we niet. Nee, zeker niet met zijn programma. Nee, daar hebben we helemaal geen zin in. Nou, ik heb hem net op tv gezien weer. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken, over die Timmermans. Nee, dat is eigenlijk dat we ons daar druk om gemaakt hebben. Dat is helemaal geen concurrent, is helemaal geen tegenstander. Nee, heb je hem gehoord weer? Hij denkt nog steeds, hij zei het letterlijk, de verkiezingen die gingen over bestaanszekerheid. Ha, nou, dan heb je het nog steeds niet begrepen hoor. Nee, daar ging het niet over, groengoeroe. Nee, het ging over immigratie. Daar ging het over. Ja, asiel. Daar gingen de verkiezingen over. Ja, en daarom ben je geen minister-president geworden. Omdat jij altijd met jouw club maar roept, kom maar binnen met je knecht. Ja. En eigenlijk doet hij dat nog. Want hij wil nu dan wel toegeven dat asiel een beetje een probleem is. Oh, het is een probleem. Het is geen crisis, eigenlijk niet. Maar het is wel een probleem. Au. En dan komt hij met de volgende oplossingen. Die spreidingswet, die moeten we erin houden. Nou, totaal niet. Want dan ga je al die veilige landers en die gelukszoekers, die ga je verspreiden over Nederland. En dan krijgt elke gemeente, die krijgen al die problemen. Ja, doe dat lekker zelf in Limburg, groengoeroe. Maar, en ten tweede wil hij dan de buitengrenzen. Ja, de buitengrenzen van Europa, daar moet je het zoeken. Nou, daar doen ze al de hele tijd niks. Nee, in ieder geval met dit kabinet gaan ze in ieder geval proberen iets heel duidelijks aan asiel te doen. Ja, nou goed, we weten het vrienden. Hey. We maken ons voorlopig totaal geen zorgen over Frans Timmermans.